hebben natuurlijk AM4 gebouwd, omdat AM3 een enorm groot succes was. Dat hadden we nooit gedacht. Want toen we hier op Science Park kwamen, waren er eigenlijk twee kleine datacenters. Maar wel met enorm veel potentie. En dat hebben we met AM3 echt eigenlijk in een recordtempo bewezen te kunnen vullen. En AM4 is een extensie daarvan. Het is hier heel goed om hier te komen natuurlijk naar Science Park. Eigenlijk voor twee redenen. Ten eerste is hier de infrastructuur 30 jaar geleden ontstaan. Hè? Dus er ligt heel veel infrastructuur. En ten tweede is dit eigenlijk de plek waar gebruikers samenkomen. Of het nou bedrijven zijn, klanten zijn, tegenwoordig ook dingen. Alles wat er eigenlijk IT-technisch achter ligt, dus cloud, netwerken, bedrijven, internet exchanges, die staan hier. Die wisselen gegevens met elkaar uit, maar ook met externe partijen binnen Nederland en heel Europa. En waar dat samenkomt, dat noemen wij de Digital Edge. En dat is zo belangrijk om daarbij te zijn, omdat je daar maximaal van kan profiteren. Het is heel belangrijk om samen te werken, omdat eigenlijk iedereen samen, of ze nou wat brengen, of dat ze nou wat komen halen, of dat ze nou innovatief zijn, of productie leveren, groot of klein, iedereen samen bouwt die Digital Edge, zoals we dat hier noemen. En samen profiteren ze ook van die samenwerking.